Hey, mission complete, zeggen we dan Hoe, toch? maar. Hoe werkt Hoe het? dan? Hallo kijkers van Gaz Games. We zijn weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Mindtheft Auto. Ik ben hier vandaag natuurlijk weer samen met Remco. En ja, vandaag is de aflevering dat er wat actie in gaat komen. Nou ja, elke aflevering is eigenlijk actie met politie en weet ik wat allemaal. Maar ja mensen, het is zover. We hebben wat geld verzameld. Blijkbaar als je de politie achter je aan laat komen, je schiet al die legermannetjes dood en weet ik wat allemaal. Krijg ik een pot voor geld van. Dus ik heb een TNT. Dus ik denk dat het weer tijd is om de bank in te gaan sneaken. En even zorgen dat we goede wapens op als main hebben, zeg maar. Want ik heb momenteel, net zoals deze is jammed. Deze kan ik wel gebruiken. Deze carbon rifle kan ik wel gebruiken. Deze special carbine is ja, al wel iets gebruikt. Ik zit op zich wel goed. Autootje hoef ik niet te hebben. Dat is een copcar trouwens die ik heb. Dat is wel leuk. Ja. Ik heb een politieauto. Maar de TNT, kijk. Ik heb hem hier. We moeten dus de bank in. Ik heb alleen niet echt voedsel. Ik weet niet of jij ook dat probleem deelt. Ik heb redelijk wat. Ah, oké. Okay. Nou ja, ik leen wel wat van jou als ik op een gegeven moment honger heb. Tenminste, tenzij ik hier in de plantenbakken misschien weer... Oh, wacht. Hier staat een chest. Kan ik hier misschien wat food uit krijgen? Nee, ook niet echt iets leuks. Hier zat volgens mij nog een kistje in. Of heb ik dat verkeerd? Nee, dat heb ik volgens mij verkeerd. Ze zitten overal verstopt, jongen. Echt. Het... Ja. En hier zit je weer van. Oh, god. Is het waar een plek lukt, hè? Ja, ik moet even die andere bank kant. Hoppakee. Oké. Ja, we zijn best wel geared ook. Dus als we iemand tegenkomen, kunnen we in ieder geval wat van zijn schoten tanken. Ja, ik let's heb go. Ik ben passive mode. Oh, okay, jij zit in. Ja, ik ben ook in passive mode trouwens. Maar ja, aan de andere kant. Ja, je hebt hier die bankers ook, ik weet niet meer. Die zou je misschien ook wel kunnen. Als plan A vult, dan gaan we gewoon de bankers, gaan we gewoon beschieten. Ja, ja? We gaan alles niet eerst geld schieten okay. Wat hier... Private vault, bank vault, oké. Okay. Dus, hier zo staat... maybe some TNT could help with this wall. Dus, basically moet ik dus daar de TNT plaatsen. Moeten mensen wel allemaal even een duimpje omhoog hebben gedaan natuurlijk. Duimpje. En... Dan zou ik door de vault heen moeten kunnen. Denk het. Zal ik het gewoon proberen? Probeer maar. Oh, rennen. Wegwezen. Oh, jodig. Explosie. Ja! Die los. Oh. Ik ben binnen. En nu? En nu? En nu helemaal niks. Serieus? Jee, dus we moeten zo'n missie accepten blijkbaar. Ja, blijkbaar moeten we dit dus voor een heist doen. Okay. Want ik ben letterlijk... Kijk, dan, we hebben de hele vault eruit gekregen. Oh, we hebben wel een wanted level. Ik tenminste. Ik niet. Oh, jij niet? Oh, wat? Maar, serieus? Oké, dus we moeten eerst een missie hebben. Oh my god, hebben we voor niks die hele wall eruit geknald? Met geld verzameld. Oké, let's go naar de bankers. Ik zei nog, plan... Als... Maar daarna moeten we echt een missie gaan doen. Ja. Even kijken, de bankers stonden hier zo. Nou ben ik benieuwd of we daar wat geld van kunnen krijgen. Ik ga gewoon met een assault shotgun op ze schieten. Ik had hetzelfde idee. Hier. Oké, jij pakt die ernaast mij, oké? Okay? Oh, pak jij deze mij dan, oké. Okay, en schieten. Oh, wat? Afstand, schieten. Kunnen ze niet schieten? Nee, deze. Wat? Gaskeeper, wat mission? Gaskeeper joined? Mission will start in 40 seconds. Huh? Hoeveel geld heb jij? Wat heb je? Nee. Mission? Ik hoop gewoon op deze. Here, yeah, you are already in the queue for a game. Please leave it before joining a new one. A mission will start in... Wacht, zie je erbij in? Ja, yeah, Gaskeep joined. Oh, wat? Blijkbaar kun je dus bij de banker kun je de heist starten ofzo? Dat was altijd het schieten, dat is heel logisch. Ja, dat is zeer logisch, maar de missie gaat zo starten, 40 seconden blijkbaar. Ja. Ben ik hoop niet dat het een al te lange missie is, anders hebben jullie wel een lekkere langere video, mensen. Maar... wat? Oh, wat load ik... Wow. What? Wow. Oké. Okay. You've got hallo? Launch mission? Oh, what? You have 30 seconds to get somewhere with clear sky above and do heist ready, or you've been kicked. Oh, wacht, kom. Naar buiten. Zo. En dan heist ready. Gas heist is ready. Hey. Oh, what the heck? Wow, ik zie... Helikopter. What? Volg je mij? Hoe bestuur je zo'n ding? Niet volgens mij.
Ik vlieg er vandoor. Remco, Mijnus gaat gewoon echt... gewoon fucking hoog de lucht in en... Ben je nog? Hey, oh nee, oh, ik val eruit. Ik val eruit. En... Dat ik ook! Wat? Hey, mission complete, zeggen we dan toch? Maar... Hoe werkt dit? Hoe dan? Ik heb wel een rocket launcher trouwens. Echt? Ja, die vind ik in de eerste dichtstbijzijnde kist die ik openmaak, maar... Lol. What the fuck? Hoe dan? Oké, okay, well, maar Remco, we moeten even wapens... Ja, nee, maar... Oh, dit is wel echt heel triggerend eigenlijk. Triggerend? Hoe dan? Ja, hoe, maar... wel, ik weet het niet. Ja, ik weet ook gewoon totaal niet wat ik moet zeggen hiervan, maar... We stappen in een helikopter. En we vliegen nou, we stappen niet in. Ja, nou ja, we vliegen opeens met een helikopter. En vervolgens flikken we er ergens uit. Zomaar uit het niets. Ja. Ik bedoel, what the fuck is dat voor logic? Ja, geen. Man. Dan moeten we dus verdorie weer alles opnieuw gaan verzamelen. Ik had net zoveel wapens en... Precies, we hadden de domst goede gear ook. Ja, we hadden echt hele lekkere gear van het zoeken en shit. Ik heb hier wel een drugsdealer gevonden. Wat kun je hier dan weer? Price 1k, jumig. Ja, ik snap wat je ermee kunt doen. Maar... Oh, ik heb hier 3 chests bij elkaar. Ik ben echt triggerd nu gewoon. Dit is ja, gewoon... ik ook. Man. We waren zo ver. Of tenminste, ja. Ver. Ja, je kan niet echt heel ver zijn, komen in dit spel natuurlijk. Het is meer gewoon rondspelen en levelen en dingetjes lokken. En net zoals die bank overvallen. Waarschijnlijk is dat inderdaad een heist. Maar ja, geen idee hoe we dit hebben gedaan. Oh, ik ben weer bij de bank trouwens. Oh echt? Wacht, ik tip even van die auto. Zou je niet gewoon ja, wacht, dan gaan we het nog een keer proberen. Alleen, nou, ik ben wel benieuwd wat er dit keer gaat gebeuren dan. Want ja. We hebben gewoon die fucking bank opgeblazen. Heb je geld voor TNT heel toevallig? Nee, ja, dat niet. Maar... Nee, oké. Oh, jij hebt full ladder. Nice, man. Ja. Oké, hier zijn die bankers weer. Hier moeten we naar binnen, volgens mij. Hier ja. Zo. En dan moet je gewoon op ze schieten voor een missie, blijkbaar. Oh, rechte muisknop proberen. Hier zo. Nee, gewoon... Paf. Ja, hier, kijk. Schiet er eens op. Ja, ik ben ook gestopt. Oké, dus... Nou moeten we nog een keer 40 seconden wachten en dan blijkbaar moeten we met een helikopter vliegen, maar oh, moest je een parachute hebben? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat je een parachute moest hebben. Ja, dat is kut. Want waarom zou je anders gedropt worden vanaf daar in die helikopter? Die helikopter kun je niet zelf besturen. Nee. Dus ik had een parachute. Oké, hoe kun je het cancelen? Heist leave. Wacht, we moeten dus eerst voorbereiden. We moeten een parachute hebben, denk ik. Oh, wacht. Please use mission leave. Oh, nee. Mission leave. Boom. Oké, zo. Ja. Oké, nou, volg mij. We moeten dus gaan looten. En we moeten een parachute zien te vinden. Een parachute is het eerste wat we nodig hebben. Parachute. Dus, oh, wacht. Ik heb hier wel iron leggings. En een assault SMG. Dat is wel fijn om te hebben. Ja, de boots. Ik even kijken hoor. Ik heb iron leggings. Zo, hoppakee. Iron helm. Oeh, dat is ook lekker. Ja, ik heb hier een rocket launcher. Kijk. Dat ding is best cool. Maar ja. Wat ook kan trouwens. Kom mee, hè. Ja. Is dit een winkel? Even kijken hoor. Dit is een armor shop volgens mij. Oh, dit is een clothing shop inderdaad. Kun je hier diamond kopen? Oh. Ammo voor machine guns hier. Silence weapon, dikke rifle. Holy shit. Want je kan deze chest ook gewoon openen, dat werkt. Ja. Kijk hoor. Oh ja, yeah, iron boots voor mij. Zo. Maar even kijken, als het goed is. Kijk, buy. Ja, hier kun je diamond boots kopen gewoon. Holy shit. Dat is echt sterk. Maar als het goed is, kijk. Let op, hè. Leather boots, €250. We moeten wegwezen. De cops are alerted. Tenminste, ik moet wegwezen waarschijnlijk. Ik ga wel gewoon jou achterna. Ik heb gewoon leather boots geloot. Die zijn €250 daar waard. Dus als het goed is, als ik nu... Waarvoor? Als ik hier zo even wacht tot ik de cops kwijt ben.
Dan kan ik waarschijnlijk terug naar binnen en kan ik dit ding verkopen voor 250. Tol. Nou, en dan gaan we proberen. Als het goed is kun je zo geld verdienen. Dit is eigenlijk nog best wel leuk. Oké, okay, ik ga dat het even zo'n keel beschieten. Ja, moet je wel oppassen, want er staat een kop al binnen daar. Dus... Nothing. Jij hebt niks gekregen? Ja zeg. Kreeg niks. Ja, doei. Ja, ik even kijken. Oh, you're no longer wanted by the police. Oké, okay, jij wel. Joep, ik ga even naar binnen om te kijken of ik dingen kan verkopen. Zo, er zitten drie politieagenten hier voor jou, joh. Die wachten hier mooi op. Ja, dat is wel best. Even kijken, als ik nou dus even rechtermuis kom, sell, leather boots. Oh, krijg ik 75 voor. Oké. Okay. Oh, ik ben... Huh? En je kan... Oh, wacht. Alle leather boots die je hebt, kun je verkopen. Gold boots ook, 280. En als het goed is, heb je hier dus verdiepingen. Want, even kijken... level 3 helmets, level 2 chestplates en bodies. Oké, okay, wacht. Dus, oh, wat? Je kan hier ook nog andere dingen gewoon looten, zeg maar. Echt? Even kijken, hier heb je de leggings. Even kijken, als ik bijvoorbeeld bij de leggings... nu zeg van, ik wil mijn 180 voor mijn gold leggings. En hij heeft een kist achter de balie staan. Zit een iron chestplate in zijn kist daarachter. Die heb ik gewoon even gepakt, bijna full iron. Heb ik nog een leather helmpje extra gekregen. Die kan je op de derde verdieping weer verkopen. Hier staat nog... Wat? Dit is één dikke lootband hier. Oh, iron helm. Ik heb full iron. Ik heb ammunition gevonden. En ik heb een marksman rifle. Holy shit. Maar even... voor de record. Ik weet nu dus hoe je makkelijk geld kan verdienen. Je moet gewoon naar die winkeltjes gaan. Ja. Hier, ik heb nog een extra setje iron boots en carrot en zo. Maar hier zo kan ik dus chestplates, helmpjes en dat soort dingen verkopen voor geld. Ik heb nu alweer 744. Lekker man. Dus dat is best wel nice. En boven heb je nog een verdieping. En waarschijnlijk kan ik die... Oh ja, hier helmets. Even kijken. Als het goed is... Oh, oeps. Ik sloeg hem. 153 seconden moet ik wachten voordat ik weer een shop kan looten. Hoppakee, nog een keer twee helmpjes verkocht van leather. Kijk, kan ik deze chest nog pakken? Die is leeg. Ah, dat is dan weer jammer. Maar, what the fuck. Dit is best wel useful om geld te verdienen als we ergens voor heist dingen nodig hebben. Want waarschijnlijk kunnen we nu ook wel ergens een parachute kopen. En dan hebben we, straks kunnen we die heist gaan doen. Want ik denk dat het echt met die parachute te maken heeft. Dat je bovenop een dak moet landen. En dat je dan vanaf daar verder moet spelen of zoiets. Dus denk ik ook. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat we het dan later bij deze aflevering gewoon voor hoe het nu is. Volgende aflevering gaan we dan weer een heist proberen. Proberen we een parachute en weet ik veel wat allemaal te hebben. Of hoe en wat, dat zien we dan wel weer. In ieder geval, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer ook even op Remco, linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later.